Hi, ik ben Armin. Vandaag laat ik jullie zien hoe ik een boeket vaas maak met bloemen uit onze eigen tuin. Eerst maak je vaas brandschoon door het gebruiken van een klein beetje bleek water. Daarna goed uitspoelen. Vul de vaas met koud water. Voorjaarsbloemen, bijvoorbeeld tulpen, narcissen en hyacinten, hebben koel water nodig. Verwijder alle bladeren aan de onderkant van de stelen om te voorkomen dat ze onder water komen te staan. Dus geen blad in het water. Ik heb eerst de houten takken van de cornersalbe erin gedaan om een soort framework te maken. Meestal doe je dat met bladeren ertussenin, maar doordat wij veel tulpen beschikbaar hadden, heb ik toch besloten om meer bloemen in mijn boeket te verwerken. Ik snij een stuk van mijn bloemen en takken schuin af, zodat ze meer water kunnen opzuigen. Sorteer je bloemen op kleur. Gebruik verschillende vormen van bloemen en bladeren om je boeket mooier te maken. Houd bloemen uit de buurt van een fruitschaal, want fruit geeft het ethyleengas af, waardoor de bloemen sneller verwelken. Zet ze ook niet in de buurt van je verwarming, of in de zon, of op de tocht. Ververs je water in de vaas regelmatig. Ik hoop dat jullie deze tips leuk hebben gevonden. Blijf kijken naar nieuwe tips en tricks en do-it-yourself tutorials. Fijne dag nog!